kort filmpje over de Remnant Rub-On Tool. Want wat is er nou zo bijzonder aan deze Rub-On Tool? Je kunt per slotverrekening met elke tool toch rub-ons afwrijven. En dat klopt, je kan het met allerlei andere dingen doen, zelfs met gewoon een balpen. Als er maar een bolletje is. Maar niet elk bolletje is even prettig. En ik heb gemerkt dat ik deze toch wel heel prettig vind. Ik heb hem nog niet zo lang dat ik hem echt gebruik. Ik heb ook wel eens gebruik gemaakt van die stokjes. Zoals er hier een uitsteekt bij de Remnant Rub-Ons. Ups, daar is hij. Kijk, zo'n ijslollystokje. Nou, het is een aanfluiting als je eenmaal weet wat die tool voor je doet. En ik ga je laten zien en ik ga het je vertellen. Er zijn niet zoveel rub-ons meer. Maar de rub-ons die gemaakt worden door Tim Holtz heten allemaal Remnant Rubs. Daarom heet dit ook een Remnant Rub-On Tool. Hij is lekker zwaar, dus hij ligt ook lekker in de hand. Nou, hier heb ik twee velletjes zitten er altijd in. En één van de twee velletjes doe ik meestal naar de achterkant. En daar begin ik in met alles wat ik daaruit knip. En om nou te zorgen dat mijn rub-ons netjes blijven. En dan moet ik natuurlijk even zorgen dat deze niet helemaal fout gaan. Kijk, daar komt die. Plak ik ze vaak weer vast. Die zit hier met een klein stukje plakband op. Ik weet niet of je het op de camera kan zien. Waardoor dit stukje niet gaat zwerven en ergens aankleeft. Want als het aan iets anders kleeft, gaat het vaak fout. Het zwarte plaatje kun je er namelijk afwrijven. Wil ik dit nu hebben, is niet zo heel moeilijk. Dan pak ik even een mesje. Komt u maar. En dan snij ik zo zachtjes langs mijn plastic. Hupkie. En dit kan je oppakken met een mesje, maar die tool heeft ook zo'n mooi plat stukje. En daar kan je het ook mooi mee omhoog doen. Nou, ik ben wel bij alle tools dat ik, bij alle rub-ons dat ik zeg, een pincetje erbij kan zeker geen kwaad. Want kan je hem goed vasthouden zonder dat je hier met je vingers tegenaan zit. Want er zit eigenlijk aan die achterkant een soort lijm. Papiertje. En deze ga ik hier op rubben. En wat is nou zo prettig? Je legt hem neer. En eigenlijk wil je nu met je vinger heel makkelijk hem vastzetten. Dan zit alvast een beetje van die lijm aan je papier. Daar is die achterkant nou juist voor gemaakt. Want met je vingers schuif je het soms. Dus ik hou alleen een randje vast. En dan ga ik er even één of twee keer overheen. En dan kun je al zien, ik hoop dat je dat op de camera ook kan zien, dat sommige stukjes al lichter van kleur worden. Dat betekent dat ze al los aan het laten zijn van het plastic. Ik kan met deze kant helemaal rubben, maar dan heb je door het scherpen wel kans dat je er ook in krast. En dat je in plastic krast is niet erg, maar als je te hard krast zie je dat op je papier. Dat is het nadeel als je dit afwrijft met een pen, met een balpen. Want dan zie je ook aan de andere kant dat. Dit bolletje heeft dat niet. Het bolletje is mooi rond, groot genoeg rond om lekker te kunnen draaien. En je ziet mijn plastic schuift al, dus hij is los. Schuift hij niet, dan kun je altijd nog even één of twee keer zo met de achterkant doen. En dan proberen hem op te pakken, wat ook met dat puntje kan. En dan zit hij mooi vast en dan heb je geen krassen eromheen. Zodat je eigenlijk zegt, het lijkt wel alsof het afgedrukt is. Nou, dat is het fijne aan deze tool. De ene kant is rond, kun je mooi mee afwrijven. En de andere kant is mooi om grotere stukken mee te wrijven. Maar er is nog iets voor deze kant. En dat is dat je goed mee kan rillen. Hij is namelijk mooi rond. Dus als ik zeg, ik wil hem omvouwen, dan neem ik een liniaal. En in deze leg ik dat netjes mooi recht door de streepjes van de liniaal. En dan haal ik op z'n kant even mijn scherpe kant. En dan heb ik een hele mooie rillijn. Waarop ik heel keurig mijn papier vouw. En dan kan ik ook met mijn rub-on tool vouwen. En dan kan ik hem tikkie gebruiken als een vouwbeen. En nee, het is geen vervanging van een vouwbeen. Maar het is soms wel heel makkelijk als je toch bezig bent om eventjes een mooie lijn te kunnen maken. Dus hij is voor meer dan alleen rub-ons. Hartstikke geschikt. Lekker zwaar. En wees eerlijk, er staat ideology in. Het is gewoon een hebben ding. Ik vind hem heel fijn. En als jij problemen hebt met je rub-ons, dan moet je hem misschien jezelf een keer cadeau geven.